Hoe verzorg je de Hortensia? De Hortensia is echt geen prinsesje op de Ed of zo. Het is een behoorlijk makkelijke plant. Hij is winterhard en kent eigenlijk bijna geen ziekte of plaag. Maar het betekent niet dat een Hortensia geen verzorging nodig heeft. Het belangrijkste misschien wel is water geven. De Latijnse naam van Hortensia is Hydrangea. En dat Hydrangea komt van het woord hydro, wat weer water betekent. Het beste is om gewoon continu, dus met regelmaat, water te geven. Dan blijft hij het mooist, groeit hij ook het beste. Mocht je het per ongeluk een keer vergeten zijn of je bent op vakantie gegaan, dan zie je al vrij snel dat dat blad heel slap gaat hangen. Direct water geven. Als die plant erom vraagt, niet twijfelen, water geven. Ook al schijnt het zonnetje zoals nu, niet bang zijn. Water erbij, dan herstelt hij zich alweer vrij snel. Wat er dan vaak wel gebeurt is overigens dat die bloemen wel een knauw krijgen en wat bruin verkleuring gaan vertonen? Nou, daarnaast heeft een Hortensia, omdat hij natuurlijk zoveel bloeit, ook heel veel meststoffen nodig. Je kunt daarvoor gewoon organische meststoffen gebruiken. Dat zijn eigenlijk universele meststoffen. Die zijn niet alleen goed voor Hortensias, maar ook bijvoorbeeld voor rozen of voor buxus. Kun je eigenlijk door je hele tuin heen kun je die gebruiken. Maar wil je nu dat je blauwe hortensia bijvoorbeeld ook blauw blijft en niet naar roze verkleurt, dan doe je twee dingen. Ten eerste, en dat kun je ook al tijdens de planten doen, maar ook tijdens het groeiseizoen... dat je daar, in dit geval noemen ze het hortensia grond, maar het is op basis van echte tuinturf gemaakt. Deze grond maakt de grond bij de hortensia zuurder. En met die zure grond en wat extra toevoegingen. Zoals deze Hortensia Blauwmaker. Heb je ook verschillende soorten in, overigens. Door dat erbij te strooien, weet je zeker dat je blauwe hortensia ook mooi blauw blijft. Nu is het zo dat de ene hortensia-soort gewoon sterker en compacter is dan andere soorten. Neem je bijvoorbeeld die Forever Endeavor, dat is echt een van de allersterkste hortensia's. Die heeft namelijk stelen, die zijn zo stevig dat die grote bolvormige bloemen niet door gaan hangen. Wat je bij veel andere hortensia's juist wel ziet. Mocht je hier overigens meer over willen weten, over de verzorging en over het behoud van kleur en zo. Kijk dan ook naar onze andere filmpjes over de verzorging en het planten bijvoorbeeld van de hortensia's.